In 2019, dus nog niet zo lang geleden, hebben we de abortuswet eigenlijk aangepast. We hebben de wettelijke termijn uit het strafrecht gehaald en we hebben zelfs de termijn verlengd met 6 dagen. Daar is nog altijd niet geëvalueerd natuurlijk, het is nog een veel te korte periode. En nu ligt er plots een nieuw voorstel klaar dat zeer ver gaat. Nu, ik ben niet tegen abortus, ik heb de vorige wetswijziging gesteund. Ik ben ook niet tegen vrouwenrechten. Om evidente redenen, maar ik ben falikant tegen deze voorstel. En dat heeft heel veel redenen. De eerste reden natuurlijk is de uitbreiding van 12, 13 weken, zoals het vandaag is, naar 18 weken, wat de helft van een zwangerschap is. Dat zie je nergens in Europa. Om duidelijke reden ligt dit overal tussen de 10 en de 12 weken, alleen in Nederland niet. Nu, waarom is dat? Omdat een ingreep op 12 weken gebeurt op een foetus van ten hoogste 6 centimeter groot. Dat kan via een curettage, dat is niet al te ingrijpend, alhoewel dat al heel wat met zich meebrengt. Terwijl als je de helft van een zwangerschap hebt, dan moet een abortus gebeuren via of een mini-bevalling, of het verwijderen met instrumenten in stukken, wat heel wat meer complicaties kan geven, maar natuurlijk ook veel ingrijpender is, zowel voor de vrouw als voor de foetus. Daar kan je niet zomaar overstappen, vind ik. En dat doet men wel. Maar er zijn ook meer redenen. Men spreekt altijd van die 500 vrouwen die naar Nederland gaan om boven de termijn abortus te laten plegen. Maar we weten daar niks van. Daar is nog nooit onderzoek naar gedaan. Dus je weet niet wie ze zijn. Je weet niet waarom ze gaan. Je weet niet op welke termijn. Je weet zelfs niet wat je met deze wet gaat oplossen. En in plaats van dat men dat onderzoekt en probeert te voorkomen dat de vrouwen op zo'n termijn nog zoiets moeten ondergaan, gaat men ze gewoon laten verdwijnen in de statistiek. Wel, dat vind ik onmenselijk eigenlijk zelfs. Maar dan gaat het nog veel verder. We gaan alle strafbepalingen afschaffen. Dat gebeurt zelfs in Nederland niet. Het meest progressieve land van Europa heeft strafbepalingen, om evidente redenen natuurlijk. Wat men dan wel gaat doen, is nieuwe strafbepalingen maken voor wie zich er op eender welke manier dan ook tegen verzet. Met andere woorden, je hebt als man die zich verzet tegen de abortus van zijn vrouw een gevangenisschap te vrezen, maar als dokter die het de dag voor de bevalling doet, niet. Ja, dat is niet meer logisch. Een heel belangrijke, ook waarbij de zwakkeren zeker niet worden beschermd, is het inkorten van de wachttijd. Men wil van 6 dagen gaan naar 48 uur. In het progressieve Nederland is dat 5 dagen. Waarom? Omdat sommige vrouwen die beslissing nemen in een emotionele opwelling, de relatie is juist uit of ze worden onder druk gezet. En die dagen wachttijd kunnen net voor die zwakkere groep de tijd zijn die nodig is om nog van mening te kunnen veranderen. Dat moet weg. Nog zoiets wat ik niet kan begrijpen, men schrapt ook de informatie over de anticonceptie of over bijvoorbeeld alternatieven als adoptie. Daar mag niet meer over gesproken worden in abortuscentra. Blijkbaar wil men niet voorkomen. Abortus moet, zoals men ook zegt in die wetgeving, een gewone medische handeling worden. Alsof het hetzelfde is als een tandtrekken. Dat is natuurlijk niet. Men gaat bijna zover dat je de psychologische omkadering die je voorziet voor een vrouw die een abortus moet ondergaan, dat men dat stigmatiserend vindt. Want daarmee zeg je eigenlijk dat het iets erg is en niet gewoon een patiëntenrecht en een gewone medische handeling. Ja, ik zeg dat ook heel duidelijk, want dat is ook niet hetzelfde en zo mogen we er ook niet naar kijken. Ik ben niet tegen abortus, ik ben niet tegen vrouwenrechten, maar hier is in Vlaanderen gewoon geen draagvlak voor en er is ook geen Vlaamse politieke meerderheid voor. En als het doel op zich van de indieners is om gewoon de meest progressieve van Europa te zijn, dan vind ik dat zelfs een gevaarlijke piste.